In deze video gaan we het hebben over hoe je WordPress handmatig kan installeren op je webhostingpakket. Daarvoor hebben we een aantal dingen nodig. Dat is in ieder geval een webhostingpakket, daarbij dan de FTP-toegang en een database waarmee we WordPress kunnen installeren. En we gaan dus een FTP-programma gebruiken, in dit geval als voorbeeld FileZilla, maar je kan ook een ander programma daarvoor gebruiken. De video duurt ongeveer een kwartiertje, maar als je eenmaal het een paar keer geoefend hebt, dan kan je uiteindelijk de installatie in een 5 minuutjes pak en beet wel uitvoeren. Vandaar dat ook de WordPress installatie standaard de famous 5 minute install heet. En we gaan aan de slag. Om te beginnen gaan we naar nl.wordpress.org, want daar kunnen we de allerlaatste WordPress versie downloaden. Hier rechtsbovenin zie je namelijk de knop WordPress downloaden. En wanneer we daarop klikken, komen we op de downloadpagina uit. En als we dan een klein stukje scrollen, hebben we daar de downloadknop. Dan slaan we die WordPress download op in een mapje op de computer. En wanneer die dan klaar is met downloaden, kunnen we die betreffende map openen, de zip-bestand uitpakken. En dan heb je dus een mapje met alle losse WordPress bestanden op je computer staan. Zip bestand kunnen verwijderen, mapje openen en dan heb je hier alle bestanden van een schone, kale WordPress installatie. Eigenlijk heel basis. Wat wellicht gaat opvallen is zodra je bijvoorbeeld een bestand opent, zoals bijvoorbeeld het wp-config sample bestand. Het kan zijn dat je die automatisch wilt openen met Word. Doe dat alsjeblieft niet, want dat gaat dan vreselijk fout. Je kan het openen met Notepad of een andere code-editor. En wat je dan te zien krijgt is eigenlijk de basiscode van WordPress. Dit is PHP-code. Maar deze bestanden zijn nodig om WordPress te installeren op een webhostingpakket. Wat ik nu ga doen is even een webhostingpakket regelen, zodat we de FTP-gegevens bij de hand hebben en de database. In deze video gaan we daarvoor gebruik maken van een webhosting provider met het Direct Admin beheerpaneel. Dat wordt vrij veel gebruikt bij andere hosting providers. Dus mogelijk als jouw host ook Direct Admin als beheerpaneel heeft, kan je de stappen één op één volgen zelfs. We hebben een webhostingpakket geregeld. Die staat op wp-installatie.wptestblog.nl. En wat we nu gaan doen is als eerste inloggen op Direct Admin. Dat is zeg maar het beheerpaneel wat hierachter zit. En dan gaan we inloggen op ons account. Die logingegevens heb je als het goed is van je webhosting provider gekregen. En dan zit je in je Direct Admin account. Hier kan je een aantal dingen doen. Dus wanneer je iemand anders toegang geeft tot je hostingomgeving die toegang nodig heeft tot FTP, kan je een nieuw FTP account aanmaken. Wanneer je dus in je Direct Admin paneel zit, heb je bij Your Account FTP Management. Afhankelijk van het Direct Admin versie kan dit scherm er iets anders uitzien, maar de benaming is doorgaans hetzelfde. Bij FTP management kan je dus een nieuw account aanmaken. Daar kies je een gebruikersnaam. Ik doe even WP Helpdesk met een willekeurig wachtwoord. Die moet je veilig opslaan natuurlijk. Klik op create. En nu is er een FTP account aangemaakt. Het volgende dat we moeten doen is weer even terug naar het overzicht. En dan moeten we bij MySQL Management een database aanmaken. Hier kan je klikken op Create New Database. Voer je een database naam in en een username en ook weer een wachtwoord. Deze moet je ook noteren, want die hebben we zo nodig bij de installatie van WordPress. Ik doe eventjes voor zowel de naam als de gebruikersnaam hetzelfde. Wanneer je dat hebt aangemaakt, krijg je een overzicht van de gegevens. Die kan je even kopiëren en ook weer even apart houden in een tekstbestandje of in je wachtwoordmanager, zodat je die goed bij de hand hebt zometeen.
Want de database, host, username en password hebben we zo allemaal nodig. En eigenlijk is dat hetgeen wat we zover nodig hebben in het Direct Admin paneel. Wat we alvast zouden kunnen doen is bij SSL-certificaten, als dat beschikbaar is, om een Let's Encrypt certificaat aan te vragen. Het is wel een beetje afhankelijk van je webhost waar dit knopje zich bevindt en of het überhaupt in Direct Admin zit of via een andere weg bij hun gaat. Maar de meeste webhosting providers ondersteunen tegenwoordig een gratis SSL-versie. Om nu de bestanden van de website te kunnen uploaden, moeten we gebruik maken van een FTP-programma. In dit voorbeeld maken we gebruik van FileZilla. En daarvoor moet je de client downloaden. Die is helemaal gratis. En die moet je eventjes installeren en openen. Ik heb dat reeds gedaan. En dat ziet er dan ongeveer zo uit. Groot scherm. Dan heb je, we zijn nu nog niet ingelogd. Hier links onderin heb je de mappen op je eigen PC. Daar kan je doorheen klikken om bijvoorbeeld te gaan naar de map waar de WordPress bestanden waren opgeslagen en uitgepakt. Want die gaan we nodig hebben. Bij de host kan je in de meeste gevallen je eigen domeinnaam invullen of de gegevens die je webhost provider daarvoor heeft verstrekt. Voor nu noemen we dat onze domeinnaam. Het wachtwoord wat je bij de hand had, wat je daarbij kreeg bij het aanmaken. Dan de gebruikersnaam die we daarvoor hadden. En voor FTP is de standaard poort 21 en voor SFTP is dat doorgaans poort 22. Dan kan je klikken op snel verbinden. Hij vraagt of we overeen akkoord gaan. Dat doen we. En nu zie je hier dat die verbinding heeft gemaakt. En zien we hier aan deze zijde de mappenstructuur van je hostingaccount. En doorgaans in de public HTML, daar moeten we de bestanden gaan plaatsen van de website zelf. Daar staat nu de index.html in, die overeenkomt met deze pagina. Je ziet hier bijvoorbeeld ook logo.png. Als je hier dus logo.png achtertypen, dan krijg je dat logo. Verwijderen deze bestanden. En gaan we terug. Vernieuwen de pagina, dan zegt hij dat er niets is om te laten zien. En dat klopt. Wat we nu dus doen, zitten we in de map van de losse WordPress bestanden. Die selecteren we allemaal en die slepen we naar rechts naar onze webhosting account. En dat gaat even duren. FileZilla is klaar met het uploaden van alle bestanden. Eén ding om goed op te letten, want dat is een fout die wel vaak gemaakt wordt, is dat mensen het volledige mapje WordPress naar hun webhostingpakket verslepen. Dat is niet zo'n heel groot probleem. Het nadeel is alleen dat wanneer je dan straks je site bezoekt, dat dan ook dat / WordPress deel in je adres van je website blijft staan. En dat wil je eigenlijk niet hebben. Heb je dat nu al wel gedaan, dan kan je eenvoudig dat mapje openen en eigenlijk dat bestandje zo oppakken of de bestanden en dan verslepen naar de public HTML map. Gaan we nu in het scherm van de browser, herladen we die, dan krijg je het setup bericht. En daarin wordt ook aangegeven dat dus de naam van de database die we net hadden aangemaakt, de gebruikersnaam en het wachtwoord en de host allemaal nodig zijn. Table prefix geeft eens aan dat die nodig is, maar die kunnen we gewoon kiezen. Dat is eigenlijk alleen van toepassing als er al een WordPress website was en je wp-config bestand niet aanwezig is. We kunnen op laten we starten klikken. En dan zien we hier dus het scherm met de databasegegevens. De database hadden we net aangemaakt, dus die gegevens gaan we hier invoeren. Wachtwoord. Database host was in ons geval localhost, maar dat kan bij sommige hosting providers anders zijn. Prefix. Prefix kan je van alles van maken. In dit geval noemen we WPAD demo. En wel afsluiten met een underscore. Hebben we dat gedaan, klik je op verzenden.
En dan vervolgens is het een kwestie van de installatie uitvoeren. En dan komen we in het scherm waar we de site-titel moeten aanmaken, een gebruikersnaam en wachtwoord. Nou ja. Adres. En vervolgens klik je op WordPress installeren en dan is het een succes. En dan is het klaar. Dan is WordPress geïnstalleerd. Dan kan je klikken op inloggen en je kan ook eventjes teruggaan naar de website zelf. En dan hebben we een blanco nieuwe WordPress installatie. Gebruikersnaam en wachtwoord wat we zojuist hadden. En toen waren we klaar. En nu de WordPress installatie heel mooi is gelukt, zo via FTP, dan is het natuurlijk zaak om nu vervolgens je website ook veilig te stellen. Daarvoor hebben we een vervolgvideo waarin ik je uitleg hoe je handmatig een backup kan maken van je website. Daarvoor heb je ook dezelfde FTP-login-gegevens nodig en neem een kijkje in de database. En vervolgens wil je misschien beginnen om een homepage in te stellen voor je website. Ook die video staat hier nu naast en ik zie je in de volgende video.